Joris Lindse heeft groen licht gekregen voor een gloednieuw seizoen van zijn geliefde programma Hello, Goodbye. Een woordvoerster van KRO en CRV heeft dit bevestigd na het opduiken van berichten in het AD. Het is een opwindende ontwikkeling voor fans die rijkhalsend uitkijken naar de terugkeer van dit hartverwarmende programma op hun schermen. Hoewel de exacte details nog in nevelen gehuld zijn, kunnen kijkers zich verheugen op een hernieuwde dosis ontroerende ontmoetingen en emotionele momenten in de vertrek- en aankomsthal van Schiphol. Het programma, dat al meer dan 17 jaar een plekje in de harten van velen heeft veroverd, heeft een bijzondere manier om mensen te verbinden door middel van hun verhalen van afscheid en hereniging. Met Lins aan het roer kunnen kijkers verwachten dat hij zijn kenmerkende empathie en warmte zal brengen naar elk gesprek dat hij voert. Zijn vermogen om de diepste emoties van mensen naar boven te halen, gecombineerd met zijn natuurlijke charme, maakt hem de perfecte gastheer voor een programma dat draait om menselijke connecties. Hoewel het laatste seizoen van Hello Goodbye in 2022 werd uitgezonden, zal deze nieuwe reeks ongetwijfeld een frisse kijk bieden op de verhalen die zich afspelen op een van werelds drukste luchthavens. Of het nu gaat om afscheid nemen van geliefden, herenigd worden na lange tijd gescheiden te zijn geweest, of gewoon het delen van inspirerende levensverhalen. Hello Goodbye blijft een baken van hoop en verbondenheid in een wereld die soms zo verdeeld lijkt, terwijl de opnames in volle gang zijn. Wachten kijkers met ingehouden adem op het moment dat ze weer kunnen worden meegevoerd door de ontroerende momenten die alleen Hello Goodbye kan bieden. De terugkeer van dit programma zal ongetwijfeld een lichtpuntje zijn voor velen, en een herinnering aan de kracht van menselijke emoties om ons met elkaar te verbinden, zelfs in de meest turbulente tijden.